experiment 233. Hoe groot is een glas? Stel je voor, je bent op een verjaardagsfeestje en je kan kiezen uit een theeglas met fris en een sapglas met fris. Welke kies je? Waar kan het meeste in? Daar gaan we achter komen. Benodigdheden: 1 theeglas en 1 sapglas. Om te beginnen gaan we het sapglas helemaal tot aan de rand vullen met water. Uit een kraan. Geen hijskraan, maar gewoon een kraan. Oké, deze zit tot aan de rand vol. Nou gaan we kijken wat er gebeurt als we deze leeggieten in het theeglas. Ja, hij liep ietsje over, dus het theeglas is een tikkeltje kleiner, maar het scheelt echt nauwelijks. En je zou verwachten dat het veel kleiner is, maar het theeglas heeft een grotere diameter. En dat loopt kwadratisch. Als die diameter 2 keer zo groot zou zijn, heb je 4 keer zoveel oppervlakte. Dus ja, je ziet het. Hij is iets meer dan half zo hoog, maar er kan ongeveer net zoveel in. Dan weet je dat ook weer. Tot ziens!